Hartelijk welkom, dames en heren, hier op het Antillenhuis. En hartelijk dank voor uw belangstelling en misschien in enkele gevallen uw gezonde nieuwsgierigheid naar onze rijke traditie van Antilliaanse en in dit geval Curaçaose kunst. We zijn erg blij met uw aanwezigheid. Al jaren diverse voorgangers voor mij promoveert het Antillenhuis de verschillende aspecten, de verschillende mooie aspecten van onze Nederlandse Antillen, van onze eilanden, waaronder ook onze kunst. En wij doen dat onder andere door permanent kunstwerken hier tentoon te stellen uit onze eigen collectie van verschillende Antilliaanse kunstenaars in leven of niet. En we doen dat ook door zo nu en dan deze locatie ter beschikking te stellen van kunstenaars van de eilanden, dan wel kunstenaars die wat met de eilanden hebben, om zo op die manier ook onze kunst aan u te presenteren. En door geen commissie te bedingen op eventuele verkopen, maken wij het hopelijk. Ja, ik moet anders het geld overmaken aan de minister van Financiën en haar weer toestemming vragen om het te mogen gebruiken. Dus het is een hele praktische overweging. Door geen commissie te heffen, hopen wij het ook voor de kunstenaars aantrekkelijk te maken, want er zijn veel meer plaatsen waar ze hun kunst ook al kwijt kunnen. Hoop het voor hun ook aantrekkelijk te maken om hier hun werken te presenteren, zodat wij er weer een goede sier naar u mee kunnen maken. De klanten ook niet zoveel moeten betalen. Omdat ja. Oh, dat is waar ook. En dan hoeft u ook niet zoveel te betalen. Ja, ik dacht alleen aan mezelf. Vandaag presenteren wij u Brigitte Wawu. Zij werkt en exposeert sinds de jaren 60 van de 20e eeuw in verschillende plaatsen in Europa, op Curaçao en elders. Mocht u zich afvragen of haar achternaam iets te maken heeft met iemand anders in de zaal, ja, die twee horen bij elkaar. Al 40 jaar. Ja, al 40 jaar. Zo'n beetje bijna even lang als dat Brigitte kunstenares is. Dat heeft met elkaar te maken. Ik heb namelijk een man die dat heel erg fantastisch steunt. En dat doet niet iedere man en zeker niet iedere Antilliaan. Dus... Als bewonderaar en bezitter van een zeer bescheiden verzameling werken van Brigitte is het voor mij een speciaal genoegen om haar vandaag hier bij u te kunnen introduceren. U zult zien aan haar werk, beelden en schilderijen, dat zij vaak gestileerde vormen van bekende figuren gebruikt, vogels, mensen, andere dieren, om gevoelens en indrukken te uiten. Een hele makkelijke om te herkennen staat halverwege achter in de zaal aan mijn linkerhand. Dat is de gekooide bok. Ik geloof dat het Chubatu Mara heet. Dat vergt een beetje van uw inlevingsvermogen, maar ook niet eens heel zoveel, want als u de titel weet en u kijkt ernaar, dan ziet u al die emoties eruit komen. En daar is Brigitte heel goed in het uiten, het presenteren van emoties, gevoelens, indrukken met die gestileerde figuren. Ze werkt een paar maanden per jaar op Curaçao in haar atelier bij de Tafelberg aan de oostkant van Curaçao. En daar schept ze haar werk uit de stenen en de andere materialen die ze daar ter plaatse en elders op het eiland vindt. En wie Curaçao een beetje kent, die herkent
uit haar schilderijen en uit haar werken ook de beelden en de gezichten die je op Curaçao tegenkomt. De expositie die wij vandaag openen heet Baudi Bientu y Riba Awa. Tot daar ben ik eigenlijk, maar wat betekent dat eigenlijk? Nou, jij bent de parlementspreker, dus. Maar, nou, Baudi Bientu is benedenwind. En dat slaat natuurlijk op de benedenwindse eilanden en in dit geval vooral op Curaçao in mijn geval. Omdat Douche Curaçao is dus mijn tweede heimat. Ook kan ik daar jammer genoeg niet vaak genoeg zijn, niet lang genoeg zijn. Maar ik voel me zeer, zeer verbonden met Curaçao. En vooral met de mensen. En daarom ga ik daar iedere keer met zoveel plezier weer naartoe. En nog eens een keer weer moet ik die man van mij complimenteren. Wij kunnen zo als niet zonder elkaar 2 maanden. Maar hij komt zo gelukkig zo nu en dan op dienstreis. Maar hij weet dat ik daar helemaal mijn hart kan ophalen met die scène en met die kleuren. Op dat benedenwindse eiland. En dat Riba Awa, dat is natuurlijk een soort dichterlijke titel. Maar dat slaat ook op mijn werkplaats bij de Tafelberg. Ik zit dus direct, praktisch, als ik een beetje te ver naar achter loop om een beeld van verder te bekijken, zit ik in Vuikbij. Dus ik moet ik voorzichtig zijn. Dus ik ben direct Riba Awa. En ja, het is gewoon ook kleuren en vormen, dat heeft mee te maken. En dan dan moet jij maar dat gedichtje voorlezen. Als jij vertaalt, dan doe ik het wel. Ja. Chi colò bien tutin? Chi colò agua tin? Chi forma bien tutin? Chi forma agua tin? Artista ta duna forma i colò na bien i agua. Ja, en ik heb vannacht daar nog weer over nagedacht en ik heb nog 2 dingen toegevoegd. Dat heet, en dat kon ik die arme Paul niet midden in de nacht nog door zijn, maar het gaat ook zo. Welke kleur heeft de wind? Welke kleur heeft het water? Welke vorm heeft de wind? Welke vorm heeft het water? De wind, het water hebben geen vorm, hebben geen kleur. De kunstenaar, die geeft kleur en vorm aan wind en water. En ik hoop dat u geniet van wat deze kunstenaar met de wind vandaar en het water vandaar en de wind van hier en het leven, überhaupt leven en wind. Ik weet niet of u weet, ruach, het Hebreeuwse woord voor wind, is ook leven en adem. En water is ook dat levensgevende element waar wij in Curaçao soms te veel en soms te weinig hebben. Maar in ieder geval omgeven zijn van. En ja, en dat heeft mij al mijn leven geïnspireerd. En vooral zeker al mijn leven sinds dat ik op 26-jarige leeftijd op dat eiland terecht ben gekomen. En ik hoop kijkplezier heeft, ziet, kijken, niet alleen kijken, maar schouwen. En dat het u raakt. Niet alleen maar aanraken, dat mag met mijn beelden ook. En dat materiaal is een prachtig spul. Maar dat het ook raakt. En dat is dat wat wij kunstenaars eigenlijk graag zouden willen. Bedankt. Wat een kunst.
Nee, ik heb door Helen heeft. Ja, en ik ben. Ja.